In de jaren 90 vormen gabbers de grote jeugdstroming in Nederland. Waar je ook keek, je kwam ze overal tegen. Vandaag de dag zie je ze niet meer, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet meer zijn. Integendeel, de hardcore house is nog springlevend. Vergeten verhalen duikt vandaag de wereld van de gabbers in. Bedacht in Rotterdam groeide Gabberhouse uit tot een wereldwijd succes. Welk nummer is dit? James Brown is Still Alive. Onze eerste echt grote hit. Volgens mij top 5 zelfs in Nederland geweest. Top 3 zelfs een keer. Dus het grote succes van Holy Noise. Onder andere. Parkzicht, 1990. De discotheek vlakbij de Euromast opent haar deuren. En de lokale DJ draait in een compleet andere stijl als het publiek gewend is. Rob Jansen legt in Parkzicht de fundamenten voor de Gabberhouse. Ik wilde echt iets anders doen dan al die andere zaken. Dus je kon wel hetzelfde gebruiken als Nighttown. Dat was een goed concept wat ze hadden daar. Dat draaide Ronald Molendijk. En dat zat allemaal bomvol daar. En ja, ik had eigenlijk de totale vrije hand om te doen wat ik wilde doen hier qua muziek. De eigenaar zei tegen mij van ja, zorg maar dat het goed wordt. En dat heb ik eigenlijk gedaan door middel van het zoeken en luisteren naar andere DJ's. En zodoende heb ik zeg maar een sound ontdekt die zeg maar anders was dan anders. Er bestond voor die tijd zeg maar nog ineens een echte stroming van dit is die stijl house, dat is dat stijl, dit is die stijl. Dat was allemaal house. Op een gegeven moment kreeg je een periode, denk ik, voor 1990 nog, omdat er bepaalde labels toch iets harder werden zeg maar. Dus ik was toen fan van RNS Records. Die bracht hele goede dingen uit. Ja, ik kwam leren een paar jongens kennen die daar gingen we op een gegeven moment samen muziek mee maken. Dat was een Rob Fabri en Richard van Damen. En toen richtten we dus eigenlijk de groep Holy Noise op. En met die, met z'n drieën maakten we eigenlijk best wel weer nog hardere muziek, zeg maar. En het heette toen niet echt hardcore, maar het sprak toch wel een hoop mensen aan, omdat het toch wel een beetje ruig klonk. En kregen we een beetje succes op een gegeven moment. En toen nam de grotere maatschappij ARS, was dat, die toen de tijd ook hits had als Technotronic en zo. Die hadden dan ons onder contract gezet. Toen heeft Holy Noise eigenlijk... Wij met z'n drie hebben toen nog iets veel harder gemaakt en veel, echt de eerste gabberplaat eigenlijk. Alleen kon het niet als Holy Noise uitbrengen. En toen heb ik dan een label gevraagd, dat heette Midtown Records toen de tijd, waar ik in Rotterdam werkte, in de platenzaak zeg maar. Die ging ook platen uitbrengen. Toen vroeg ik of zij een label wilde oprichten die ik mocht runnen dan zeg maar, met mijn ideeën. En ik heb het toen Rotterdam Records genoemd, omdat ik gewoon de aandacht wilde vestigen op Rotterdam, omdat overal waar je hoorde was dat het, als over Nederland gesproken werd, was gelijk Amsterdam. Dus meer bestond er niet en waar iets van, ja, we willen toch laten zien dat er ook iets anders bestaat. Vooral qua muziek, want uit Rotterdam omstreken kwam toen de tijd toch wel veel talent vandaan. En de eerste release was eigenlijk een verkapte Holy Noise release. Dat was onder de naam de Euromasters, Amsterdam, waar ligt dat dan? Amsterdam, waar ligt dat dan? Vaak was het zo, dat is een week van tevoren, ja Rob, ik heb een nummer gemaakt, zou je die willen draaien? Dus ja, een paar weken van tevoren hoor je al dat ze bezig zijn met een nummer. Dus ja, als ik het goed vind, dan draai ik hem zeker wel, weet je wel, dan wil ik hem echt draaien. Maar als ik hem niet goed vind, dan draai ik hem niet. Dus ja, ze kwam met een bandje en ik ging dat luisteren, dat deed ik heel snel, weet je wel, met zo'n cassette recorder nog. En als ik het goed vond, dan draai ik het echt. Ik denk echt, als ik het niet goed vond, ga ik weer terug zeggen, ja sorry, ik kan het niet draaien, weet je wel. Het is niet de sound die ik hier wil hebben. Father Forgive Him, de eerste release van Holy Noise, die heeft hij toen al maanden van tevoren al op een cassettebandje gedraaid. Dus er was al vraag naar en toen die plaat eindelijk uit was, werkte ik zelf in de winkel. Dus was echt heel leuk. Ten eerste hoorde je muziek al in de discotheek, dus in Parkzicht, door Rob. En die heeft ons dus ook heel erg geholpen, vooral in het begin natuurlijk, met het promoten van onze muziek. En je staat in een platenzaak, dus je bent dicht bij het publiek en je weet wat het publiek wil. Dus daar konden we ook op inspelen. Maar ook nog eens, die plaat kwam uit. Het kwam ik geloof dat we de eerste keer gelijk 100 platen binnenkregen toen de tijd. En dat was toen uitdelen. Dus je stond in een winkel, je verkocht je eigen plaat ook nog eens aan mensen. Dus dat was natuurlijk iets om trots op te zijn.
Ja, in die periode past het goed in de Parsingstijl, ja. Niet alles, ik draai niet alles van hem. Maar, ja, bijvoorbeeld was een plaatje James Brown is Dead. En dan werd dan weer antwoord op gemaakt, James Brown Still Alive. Dat zijn leuke gimmicks om te doen, weet je wel. Dus dat werd zo, ja. En als de plaat uitkwam, dan werd hij helemaal verbouwd. Dan had ik twee platen en dan maakte ik hem helemaal anders. Dan kwam ik weer in de plaatszaak waar hij werkte. Dan zei hij, hey, wat heb je gedaan? De plaat helemaal... gekke dingen gedaan. Dus ja, ja. En met hele beperkte middelen zat je iets in elkaar te brouwen. En dat wordt dan gedraaid en je ziet mensen dansen erop. Of, ja, en die vinden het nog tof ook. Dus ja, dan heb je iets van, jezus, we hebben toch wel wat gedaan eigenlijk. Het grote publiek leert de Gabberhaus kennen door platen met een typisch Rotterdamse insteek. De Euromasters van DJ Paul Elstak komen met Amsterdam, waar legt dat dan? De hit Poing gaat de hele wereld over. Maar de meest Rotterdamse plaat neemt de Gabber mee, de metro in. Station Zuidplein. Busstation. Nou, je had Parkzicht, maar ja, het is een beetje, als mensen nu terugdenken aan Parkzicht, wordt het heel erg romantiseerd ook natuurlijk. In Parkzicht werd niet veel grappig gedraaid, want dat was een beetje, ja, het was toch heel te extreem eigenlijk. Het werd meestal een laatste uurtje, laatste anderhalf uur werd er dan echt grappig gedraaid en een hoop grappers kwamen heel laat pas naar Parkzicht, omdat ze wisten van aan het einde van de avond wordt het gedraaid. We zijn dus nu in Parkzicht. Als mensen binnenkwamen, toen de tijd, gingen ze altijd naar boven toe. Dus ik kan dan twee kanten, ik kan links of naar rechts. Nee, links of naar rechts. En dat, ja, dan gaan we boven kijken. Maar het is allemaal nog hetzelfde gebleven dit. Het is wel zo dat de trap wat veiliger eruit ziet nu. Er zaten allemaal scheuren toen de tijd in die trap. Dus, nou, had je daar vroeger had je een bar. Dat was de bar boven. En daar bij dat raampje daar achterin, dat smalle raampje, dat was ook een soort bar waar je kon zitten. Nou ja, je weet hoe dat gaat, hè? Iedereen hangt over die reling heen en kijkt naar beneden wat er aan het gebeuren is. Het was een geliefde plaats voor jongens die graag naar meisjes wilden kijken. En meisjes naar jongens, dus jij zag hier vaak vrijgezellen staan. En in de hoekjes zaten vaak, omdat het heel donker was. Van die stelletjes die zo van... Dat zag je altijd. Je had wel andere tenten, zoals bijvoorbeeld Demisec, die zat dan in Spijkenis iets verderop. En daar gingen ze elke zaterdag, draaiden ze wel de hele avond gabber. En dat zat toen de tijd altijd helemaal vol. Ja, toen DJ Gijs, die toen ook meedraaide op grote parties een paar jaar lang. Ja, die heeft volop de gabber goed gepromoot via Spijkenissen dan. Dat is eigenlijk ook een soort Rotterdam natuurlijk. En een hoop, waaronder ik zelf, gingen daar geregeld uit. En dan als we 5 uur moesten, Demisec ging dicht. En dan ging er een hoop gelijk door naar Parkzicht. Want ja, dan ging je naar het laatste paar uurtjes in Parkzicht en dan kun je daar verder luisteren.